Hallo iedereen, goedemorgen. Welkom in een nieuwe video. Vandaag zijn we 20 oktober en het is een volle maan. Volle maan, een ramteken, dat is verbonden met vuur. Dus eigenlijk is dit een heel heftige volle maan. In die zin dat we heel snel kunnen ontploffen wanneer dat er zaken gebeuren dat we eigenlijk niet zo leuk zijn of wanneer de anderen ons trekken. Maar de volle maanenergie is ook maar loslaten. En daarom was ik gisteren eigenlijk aan het bedenken dat ik ooit eens een challenge gemaakt heb rond loslaten. En ik heb eigenlijk die informatie van die challenge herwerkt voor een video nu vandaag. Zodanig dat jij er vandaag onmiddellijk volledig kan invliegen. Dat je onmiddellijk een aantal zaken, een aantal tips, tricks, tools krijgt om het proces van loslaten te integreren in jouw dagelijkse leven. Want ze zeggen van, laat het los. En ik weet, ik zeg dat ook heel veel tegen mijn klanten. Alleen de meesten weten eigenlijk nog niet hoe dat ze dan eigenlijk moeten loslaten. Wat moet ik loslaten? En waarom moet ik iets loslaten? Of waarom moet ik hem of haar loslaten? Nu, vandaag ga je begrijpen waarom dat loslaten een belangrijk onderdeel is van jouw leven. En daarom is het ook nodig dat ik jou eerst ook een aantal andere zaken vertel. Waaronder bijvoorbeeld de wet van trilling. De wet van trilling die zegt dat je aantrekt wat je zelf bent. Of anders gezegd, gelijk trillende delen die trekken elkaar aan. Misschien heb je het wel al eens geprobeerd, maar er zijn bijvoorbeeld twee verschillende soorten magneten om die aan elkaar te laten kleven. En dat lukt niet altijd. Wel, dat beeld kan je eigenlijk gaan gebruiken om het beter te gaan begrijpen. Een ander voorbeeld is van het appartementsgebouw. En dat is voor de meesten misschien nog gemakkelijker om dat te gaan vatten, om dat voor zich te zien. Maar als jouw wens op de vierde verdieping is en jij staat op het gelijksvloers en je blijft daar staan, dan ga je heel lang moeten wachten vooraleer je ziet dat die wens opduikt in je realiteit. Want die wens gaat niet van het vierde naar het gelijksvloer komen. Het is aan jou om van het gelijksvloers naar het vierde te gaan. Dus loslaten is belangrijk als jij jouw leven op een positieve manier wenst te veranderen. Want loslaten is eigenlijk eenvoudig, vooral als het jouw bewuste keuze is. Met andere woorden, het is een keuze om je gedachten over loslaten te veranderen. Ik ga het herhalen, dus je gedachten over het proces van loslaten, dat is in eerste instantie belangrijk om dat te gaan veranderen. En dan ga je gaan veranderen van loslaten is lastig, loslaten is moeilijk, dat allemaal ga je gaan veranderen naar loslaten is eenvoudig voor me. Loslaten helpt me vooruit. Loslaten brengt me dichter bij de beste versie van mezelf. Of wat dat er ook maar in je opkomt. Nu, ik weet dat we niet allemaal dezelfde mensen zijn, gelukkig maar, hè. En dat maakt ook dat we allemaal andere noden hebben. Dat allemaal op andere manieren leren, dat allemaal op andere manieren dingen loslaten. Daarom geef ik jou in deze video verschillende manieren om los te laten. Ik zou zeggen, probeer ze allemaal en kijk dan wat er jou het meeste aantrekt. Nu, deze video ga ik niet alleen tips en tricks geven om praktische dingen te gaan doen, maar je gaat ook meer leren over de wet van aantrekking, de wet van trilling en de kracht van dankbaarheid. Want ook dat is verbonden met loslaten. Dus ik zou zeggen, zet eerst de video nu eventjes op pauze. Neem pen en papier, want dat zal je nu in deze video zeker nodig hebben. Het wordt ook een iets langere video dan mijn meeste video's. Maar dat is ook omdat er heel veel tegelijkertijd in één video wordt gedeeld. Dus zet op pauze, neem wat je nodig hebt, neem een tas koffie bij of wat dan ook. En kom dan terug om jouw manier van loslaten te ontdekken. Je angst met betrekking tot loslaten van iets of iemand te verminderen. En vooral jouw zelfvertrouwen met betrekking tot loslaten te vergroten. Ben je klaar? Oké. Het eerste wat je zelf mag afvragen is: wat wil je loslaten? Want vooral je van start gaat gaan met loslaten, is het natuurlijk wel heel interessant om helder te hebben wat, wie, welke situatie, welke emotie, welke gedachte, welk patroon, welk gedrag dat je wenst los te laten. Dus kortom, wat staat er jou nu te doen op dit punt van je leven? Dat is eigenlijk de kern van de vraag achter van: wat wil je loslaten? Wat je mag loslaten is eigenlijk alles wat jou niet meer dient. Zodanig dat je dan eigenlijk ruimte creëert, ook energetisch gezien, voor nieuwe gewoonten, voor nieuwe relaties, voor een nieuwe job. Of wat dat dan ook is dat je eigenlijk wil gaan veranderen en loslaten. Daarom is het belangrijk dat je naast het helder krijgen wat je niet meer wilt, ook weet natuurlijk waardoor je wilt vervangen. Wat wil je in de plaats? Want het universum houdt niet van leegtes. Dus wanneer jij een vacuüm, een leegte creëert, dan gaat dat altijd onmiddellijk ingevuld worden. En daarom is het belangrijk, ook bijvoorbeeld wanneer je energie reinigt van iets of iets transformeert, excuseer, dat je eigenlijk op voorhand aangeeft door wat je het wil gaan vervangen.
dat je het liefste wilt gaan vervangen door iets dat hoger trilt en niet door iets gelijkaardigs. Dus dat je het wilt vervangen met datgene dat je kiest. Vaak een wens. Weet je niet op voorhand, vraag dan gewoon de gouden vlam, dat is een van de vlammen van de universele vlammen, om de getransformeerde ruimte op te vullen met die gouden energie. En dan kan je nadien, net door die gouden energie, heel gemakkelijk ook verbinden met je wensen. Want gouden energie is de op één na hoogst trillende vlam beschikbaar. Nu, het is dus belangrijk om op voorhand na te denken en te voelen over hoe dat jij bijvoorbeeld wilt dat je relaties anders zijn. Of welke gedachten en emoties dat je wel wenst. En dat kan je doen aan de hand van de volgende opdracht. Ja, in deze video komen er opdrachten. Dat ben je niet gewoon van mij, dat weet ik. Dus, de eerste stap, en daarom had je ook pen en papier nodig, is de volgende vragen voor jou zelf beantwoorden. En je kan de vragen gebruiken op elk vlak in je leven. Dus met betrekking tot financiën, relaties, dus denk ook dan aan de relatie met jezelf. Maar hoe dat je werk gaat gaan organiseren, je zelfbeeld, je gezondheid, en dan welke keuzes van eten bijvoorbeeld, hoe dat je voor jezelf zorgt, echt kortom over alles. Nu, ik heb 8 vragen voor jou klaarstaan. Ik ga ze overlopen. Je kan anders de video iedere keer op pauze zetten, vooraleer, zodat je tijd krijgt om die op te schrijven. De eerste vraag is, heb ik mij te veel bekommerd over uiterlijke verschijning in het algemeen? De tweede vraag, heb ik te veel aan anderen gedacht en mijn eigen behoeften verwaarloosd? Dus zoals ik zeg, zet het anders als je het wil opschrijven, iedere keer op pauze, anders ga ik gewoon verder. Derde, ben ik te gemakkelijk te beïnvloeden en goedgelovig geweest, niet in staat zelf beslissingen te nemen? Vierde, heb ik mijn leven via iemand anders geleefd? Vijf, heb ik genoeg tijd besteed aan het mooier maken van mijn leven? Zes, hoe voel ik mij zelf in dit leven? 7. Hoe is mijn relatie met mijn fysieke lichaam? En dan kan je zelfs nog een stukje dieper gaan en jezelf gaan afvragen van hoe is mijn relatie tot mijn seksuele beleving van mijn lichaam en gekoppeld aan mijn lichaam? Want ook dat heb je nodig om op een hele moeiteloze manier te kunnen manifesteren via je energie. Maar dat is voor een andere video. En laatste 8e vraag, in welke mate ben ik afhankelijk van anderen voor mijn welzijn? Dus je kan anders eventueel de video eventjes terugkeren als je de 8 vragen nog niet hebt, of later, op later tijdstip terugkomen. Nu, het is belangrijk om te weten of dat je te veel rekent op anderen voor je welzijn, of dat je in perfecte staat bent om goed je eigen identiteit te bewaren. Maar wat dat zeggen? Dat je eigenlijk dicht bij jezelf kan blijven. Dat je niet constant jezelf aanpast en eigenlijk van kleur verandert zoals een chameleon, naar gelang in welke omgeving dat je bent. Nu, als er nog zaken zijn waar je aan denkt dat je wenst los te laten, los van de vragen die ik nu al meegegeven heb, schrijf deze dan ook zeker op. Want de lijst en die vragen die ik nu meegeven heb, is natuurlijk niet volledig. Dat is er enkel en alleen om jou op weg te zetten, om bewuster te worden en bewuster bij je leven stil te gaan staan. Want het is belangrijk dat jij zelf de weg kiest dat je wilt gaan. Want dan zal er ook voor zorgen dat je meer het gevoel ervaart dat je controle hebt over je leven. En dat je dus niet langer meer als slaaf gewoon geleefd wordt of als een rat in die ratrace van het leven aan het lopen bent. Dus loslaten is eigenlijk een onderdeel van keuzes maken. Want wanneer je kiest om iets los te laten, kies je eigenlijk vooral voor datgene wat je wel nog wilt. Nu, een leuk weetje is dat godin Hecate, dat is Hecate geschreven, je hierbij ook kan helpen. En zij is een Griekse godin van de wegkruisingen, de godin van de driesprong. Zij helpt je dus bij het maken, of zij kan je helpen bij het maken van keuzes en geeft je voornamelijk ook het geduld om net zo lang stil te staan op dat kruispunt totdat je weet welke weg je wilt gaan. En wat dat eerste stap zal zijn. Dus keuzes maken is essentieel bij het loslaten. Iets wat ik niet opgeschreven of genoteerd had om mee te geven, maar wat dat nu wel in mij opkomt, is een oefening die ik de hele tijd geleden gedaan heb. Dat is eigenlijk gewoon in de natuur gaan. En je kiest bijvoorbeeld 2, 3, 4 takken. En je legt die mooi voor jou in de natuur uit. En dan wandel je naar de takken heen. En dus elke tak staat voor een bepaalde keuze die je wilt maken, een bepaald pad dat je wilt lopen.
En elke tak geeft dus ook een andere vibratie, heeft een andere energie. En naarmate dat je loopt, ga je voelen aan je fysieke lichaam tot welke tak dat je toe meer toe aangetrokken wordt. Dus dat is eigenlijk ook een hele leuke manier om één in de natuur te zijn en twee om eigenlijk de natuur te gaan gebruiken om je te helpen met het maken van keuzes, om te kiezen welk pad dat je wilt gaan lopen. Nu, een andere manier of stap eigenlijk bij het loslaten is dus het ook maken van een wensenlijst. Een wensenlijst waar dat jij jouw zaden van intentie neerschrijft. En het is belangrijk dat je ze ook letterlijk neerschrijft. Dus ik zou gaan zeggen, doe het niet op de computer, want er zit ook een extra dimensie in het letterlijk neerschrijven, het fysiek neerschrijven van je wensen. En ook hier heb ik een, hoeveel vragen? Laten we zien. 7 vragen die jou eigenlijk kunnen helpen om nog helderder te krijgen wat je wenst te zaaien en dus ook wat je wenst los te laten. Dus ook hier zet de video gerust weer op pauze, want hier komen de 7 vragen die jou kunnen helpen bij het maken van die wensenlijst. Vraag 1. Denk goed na over wat je wenst aan te trekken in je leven. Meer nog, hoe wil je jou voelen en wie wil je zijn? 2. Welke gewoonten of gedragspatronen ondersteunen je nog in het manifesteren van je wensen? 3. Welke gewoonten of gedragspatronen belemmeren jou in het leven van je droomleven? Dus wat houdt er jou nog tegen? Wat is niet zo voor je hoogste goed? 4. Welke gewoonten of gedachten wil je behouden of versterken? 5. Welke gewoonten en gedachten wil je loslaten en of veranderen? Soms is het niet altijd zo dat we iets volledig moeten loslaten, maar dat we het gewoon ook kunnen veranderen. 6. Welke twijfels, angsten en weerstanden wil je loslaten en transformeren? En 7. Waar in je leven mag er meer gezorgd worden, zodanig dat je leven nog mooier wordt? Dus waar in welk stuk, welk vlak in je leven mag er eigenlijk nog meer gevoed worden? Waar mag er nog meer liefde naartoe stromen? Een derde onderdeel, dus we hadden helder krijgen hoe je wil loslaten, dan je wensen leest. En een derde onderdeel bij loslaten is eigenlijk weten dat loslaten eigenlijk heel eenvoudig is. Dus eigenlijk, zoals ik helemaal in het begin van de video zei, het denken over loslaten gewoon veranderen. En net omdat ik regelmatig mensen hoor zeggen, ik weet dat ik het moet loslaten, maar ik weet niet hoe. Ik wil het loslaten, maar het lukt niet. Nochtans, loslaten is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een keuze maken. Maar we maken het vaak lastiger dan het is. Waarom? Uit angst om verkeerd te gaan kiezen. Uit angst omdat we eigenlijk op bewust ook beseffen dat we dan verantwoordelijkheid ervoor moeten nemen. En daarom geef ik je eigenlijk even verschillende stappen om je hier ook doorheen te helpen. Dus de eerste stap is beslissen, dus echt de keuze maken, van wat je wilt loslaten. 1. Zelfs de eerste, nog daarvoor, is eigenlijk de keuze van oké, ik wil iets gaan loslaten. Ik wil loslaten. En daarmee ook de intentie zetten dat je het ook effectief loslaat. Wat dat wil zeggen, dat je er ook niet telkens op terugkomt. Want dan blijf je het in stand houden. Je blijft het focus geven, je blijft het energie naartoe sturen en je blijft het dus voeden. Je blijft het voeding geven. Dat is de eerste stap. De tweede stap is het loslaten door middel van je intentie. Dus dat betekent dat je door het te willen, dus door het willen los te laten en die keuze te maken, en dan door te formuleren wat hij wenst los te laten, het daadwerkelijk ook loslaat. Dus concreet, hoe kan je dat concreet heel eenvoudig gaan doen? Maar ik ga straks ook nog andere tips geven. Maar dus eigenlijk de meest eenvoudige is, dat je eerst luidop zegt wat hij wenst los te laten. Dan sluit je zin af met, ik laat het nu los en draag het over aan het universum en aan moeder aarde om het te transformeren. Dit of iets beters, dank u. Dat is heel eenvoudig. Dus zegt eerst wat hij wil loslaten. Bijvoorbeeld, ik wil loslaten. Wacht even. Ik wil mijn verslaving aan roken of sigaretten loslaten. Bijvoorbeeld, dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Dus zeg je dat. Ik laat het nu los en draag het over aan het universum, aan de moeder aarde om het te transformeren. Dit of iets beters, dank u. En klaar is Kees. En dat is heel gemakkelijk. Of weet je niet. Maar op die manier, wat dat je nu eigenlijk doet, is eigenlijk jouw gedachten gebruiken als jouw transformatiekracht om die oude patroon, oude dingen die je wil loslaten te gaan transformeren.
Nu, geen probleem als je daar nog niet volledig vertrouwen in hebt, want dat is ook iets wat je eigenlijk moet leren. We hebben dat nooit geleerd. Dat is ook iets wat ik leer aan iedereen die met mij samenwerkt. Maar ik heb nog wat andere trucjes in de doos. Want ik ben al een hele tijd dit pad aan het bewandelen, dus ik heb al heel veel verschillende dingen uitgetest. Je kan ook de natuur gebruiken. Ik heb daarnet al een voorbeeld gegeven. En de reden is omdat de natuur eigenlijk een metafoor is voor alles wat je in ons leven, voor alles wat we eigenlijk in ons leven ervaren. Ik geef je nog een aantal andere rituelen tips om het loslaten te vergemakkelijken. Dus om jezelf te ondersteunen in het loslaten van iets of iemand wat dat geen meerwaarde meer is in je leven. Net omdat de lessen geleerd zijn, dan is het belangrijk dat je die mag en je moet je die eigenlijk loslaten. Want enkel dan kan er nieuwe energie in je leven binnenstromen. En dat toont de natuur ons heel vaak voor. Hoe dat we in ons leven mogen staan en wanneer we wat kunnen doen. En zo lijkt het logisch dat je in de herfstperiode, waar we nu in zijn, de tijd neemt om alles te overzien, om je leven te overzien. Om te kijken van wat dat ze niet meer mee wilt nemen het volgende jaar. Dus wacht er niet mee tot dan nieuwjaar. Doe dat nu al. En daarom geef ik deze tips ook nu mee. Bovendien is vandaag ook volle maan en daar zal ik straks ook nog iets over delen, wat je daarmee kan doen. Dus met betrekking tot de natuur, kijk eens naar de bomen. Die denken ook niet van welk blad ga ik laten vallen en welke ga ik behouden. Nee, die laten gewoon los. Dus waarom zouden wij mensen het onszelf onnodig moeilijk maken? Begin jouw blad al te vallen? Nu dat we toch bezig zijn, geef ik je ook meer uitleg over hoe je de maanenergie kan gebruiken om los te laten. Want de maan is verbonden met het waterelement en dus kan je water ook als een tool gebruiken. Ben je niet zo voor rituelen of werk je eigenlijk niet zo graag met de maan en wil je eigenlijk een veel snellere oplossing dat je gewoon heel gemakkelijk kan integreren in je dagelijkse rituelen, dan kan je ook simpelweg onder de douche gaan staan. En vragen dat het water alles meeneemt wat je niet meer nodig hebt. Dat werkt ook prima, tenminste als je vertrouwt op de kracht van water. Nu, wanneer je water wat wetenschappelijk zou gaan ontleden, dan zou je zien dat er eigenlijk meer dan 90% lege inhoud is. Dus er is een heel stukje in het DNA van water die eigenlijk bepaalde informatie, kenmerken over water draagt. Dus dat betekent dat water heel veel ruimte over heeft om dingen over te nemen waar dat in zit of waar dat het aan blootgesteld wordt. En net daarom kan je jouw zorgen, negatieve energie en zoveel meer meegeven aan het water terwijl je onder de douche staat. En dan zet je eigenlijk ook de intentie dat je alles wat je loslaat met het water laat wegstromen. Nu, deze techniek is ook iets wat ik nog meer uitleg in de training Manifesteer met Elementalen. Dus daar ga ik nu niet dieper op ingaan. Maar water is eigenlijk één van de elementalen wat je op een hele leuke, eenvoudige manier kan gebruiken om dingen te manifesteren. Nu, dit gaat over loslaten. Dus blijf ik hier in dit stuk over loslaten. Je kan ook perfect in een bad gaan zitten met dode zeezout of Himalaya zout bijvoorbeeld. Dan breng je ook het aarde-element een stuk erin. En het zout helpt je dan eigenlijk om alle afvalstoffen in je lichaam te onttrekken. En dus ook los te laten. Nu heb je geen bad, dan kan je eigenlijk ook dat zout gaan gebruiken om te scrubben. Om je lichaam te gaan scrubben onder het hout. En dat werkt even goed, trust me. Ik heb het al meermaals geprobeerd. Het is ook gewoon leuk om te doen. Nu, zoals ik in het begin ook aangaf, is het ook belangrijk om de kracht van vergeving en dankbaarheid te kennen. Wanneer je iets wenst aan te trekken in je leven, dan is het handig als je weet dat die wens, die persoon of die situatie pas in je leven zal komen wanneer dat jouw energie op hetzelfde niveau trilt. Denk aan het voorbeeld met het appartementsgebouw. Dat is de wet van aantrekking of de wet van resonantie. Dus je ziet dat verschillende universele wetten ook weer hier samenwerken. Ook iets wat ik behandel in de cursus of de training Manifesteren met de elementen. Ik ben geen reclame aan te maken, maar het komt gewoon allemaal zo samen. Nu, oprechte vergeving en dankbaarheid zijn eigenlijk twee waarden met een hele hoge energetische trilling. En daarom gaan we in de volgende stap stilstaan bij vergeving en dankbaarheid. Want wanneer je iets wenst aan te trekken in je leven, is het belangrijk dat je in eerste instantie blij bent met wat je wel al hebt. Dankbaar met waar dat je nu al in het leven staat. Dus voel je goed en bedenk hoe dat je zal voelen wanneer je wens vervuld is, wanneer je wens ervaart in de realiteit. Maar tegelijkertijd, wacht niet op die wensvervulling om je nu al gelukkig te voelen, want dan ga je heel wat missen. En zorg er eigenlijk voor dat je wens gewoon altijd maar in de toekomst vooruitgeduwd wordt. Dus ga volledig in het gevoel zitten, net alsof je wens al realiteit is. Want op die manier verhoog je jouw energie, waardoor je gemakkelijker je dromen en verlangens kan gaan aantrekken. En dus laat je automatisch ook los wat jou niet meer dient. Een leuk en gemakkelijk idee is om
op het moment dat je dat eigenlijk gaat visualiseren, dat je gewoon muziek opzet die je een goed gevoel geeft. En beweeg en dans je dromen in realiteit. Want ook dan gebruik je eigenlijk de beide niveaus. Je gebruikt de energie, de kracht van je gedachten, de visualisatie en je fysieke lichaam om het in je realiteit aan te trekken en te manifesteren. En bovendien, het is gewoon leuk om te doen. Het laat je lachen, laat je goed voelen. En je zal zien dat je hierdoor je energie heel snel omhoog gaat en dat jij een hele leuke dag tegemoet gaat. Nu, wanneer je iets wil loslaten, gebruik dan ook deze hoge energie om jezelf te bevrijden. En als je ziet dat je wens nog niet helemaal vervuld is, maar je merkt wel dat er zaken aan het verschuiven zijn, zegen het dan. Wees er dankbaar voor. En wees dankbaar voor alle dingen die wel al veranderd zijn. Want dat zijn de stapstenen en eigenlijk de kleine bewijzen dat je op de goede weg zit. Nu, zoals ik al zei, dankbaarheid heeft een hoge trilling, waardoor dat je dan nog eigenlijk meer van hetzelfde aantrekt. En dat maakt dat we eigenlijk dan weer bij de volle maan komen. De volle maan is magisch, als jij ervoor open staat. De volle maan is een magische periode om los te laten. Maar het is ook een ideale periode voor vergeving, want vergeving is ook loslaten. Want het gaat eigenlijk nooit zozeer dat je iemand anders of de situatie vergeeft. Nee. Vergeving schenken is het belangrijkste geschenk dat jij jezelf kan geven. Want je laat eigenlijk de karmische ballast van een bepaalde ervaring, vooral van die emotie, laat je los. Je neutraliseert het. Want als jij vergeeft, dan los je die karma, dat karmische stuk rond die situatie, los je af. Waardoor je die situatie kan verlaten, waardoor je het kan loslaten. Je hebt de les geleerd. En gezien het universum niet houdt van leegtes, herinner je nog? Vult in het universum dat automatisch op. En dan komen we terug op je wensenlijst. Zie hoe dat alles samenhangt en hoe dat alles één is. Hoe dat universele vlammen, de universele wetten loslaten. Echte dingen dat we elke dag tegenaan lopen en gaan doen. Hoe dat allemaal samenwerkt. Dus leer eerst los te laten. Vergeef waar mogelijk en focus dan op je dankbaarheid. Door op je dankbaarheid te focussen, trek je hooggetrillende zaken en personen aan in je leven die een reflectie zijn van de energie die jij bent. Nu, waarom eerst loslaten en vergeven? Wel, net omdat je dan een zuiverde energie is. En hoe hoger je energie trilt, hoe beter die bodem is waarbij dat je kan gaan zaaien voor die dromen en verlangens om die aan te trekken, om die te laten groeien, om die te voeden. Nu, wanneer je echt het gevoel hebt dat je maar iets niet kan loslaten, raad ik je aan om alles op te schrijven. Noteer wat je allemaal wenst los te laten, of dat je constant tegenaan loopt, of dat je eigenlijk geen weg meer weet. Schrijf die op. En schrijf ook op wat je in de plek dat we zou willen ontvangen. Wees ook niet te streng in wat je opschrijft, maar laat het gewoon gebeuren. Go with the flow, laat het stromen, laat het in je opkomen. Laat het over je heen komen. En door je naderhand die notities dan te verbranden, dus ik zou zeggen, schrijf het op een losse blaadje papier. Als je dat wil gaan doen, want dat is niet zo handig als je een volledig dagboek wil gaan verbranden. Maar dus, door die notities dan te verbranden, en dat kan je het beste doen op de dag van de volle maan of daarna ervoor, dus vandaag, versterk je het ritueel van dat loslaten en van het creëren. Want je gebruikt nu ook het element vuur om letterlijk je lasten te verbranden en terug te geven aan liefde aan de aarde en het universum. Dus zie je ook hoe dat de verschillende elementen samenkomen. We hebben al aarde gehad, we hebben vuur gehad, water gehad en ook lucht, want dat zijn jouw gedachten. Een laatste tip die ik wil meegeven, vooraleer dat ik dan deze video ga afronden, is eigenlijk een heel eenvoudige visualisatie. In deze visualisatie plaats je eigenlijk hetgeen dat je wenst los te laten in een ballon. Dus je kan kiezen, ik ga straks de visualisatie met jullie overlopen. Maar als je de visualisatie, als je dat wenst, kan je de stappen ook lezen. Je kan eerst luisteren, maar je kan ze ook lezen. Ik zal ze anders hieronder in de video vermelden. En vervolgens kan je dan onder de douche gaan staan om het waterelement te gebruiken. En hier ook in de visualisatie kan je dan water, vuur en lucht samenbrengen. Of je zet gewoon die video op stop. Je zorgt dat je op een rustige plek gaat gaan zitten en je volgt gewoon hetgeen wat ik zeg. Zorg wel, voordat je deze oefening doet, dat je weet wat je wenst los te laten. Want dan gaat die krachtiger zijn. En je zal zo dadelijk ook, ik zal zo dadelijk ook uitleggen nadien waarom. Ik zeg het maar. Nu, ga rustig zitten en liggen. En dan sluit je je ogen en verplaats je aandacht naar je lichaam. En je voelt hoe dat je lichaam tegen de grond drukt als je op de grond ligt, of tegen de zetel, of tegen het bed, of waar je ook tegenaan ligt. En focus op je ademhaling. Adem rustig in en uit. Adem in door je neus. En dan laat je hier bij je buik boller worden.
of voller worden en blaas dan weer uit je mond. Probeer je schouders laag te houden en niet mee omhoog te laten gaan wanneer je inademt, want we houden heel veel stress en spanning vast in onze schouders. Dus probeer je ook zo goed als mogelijk te ontspannen. En voel hoe dat je eigenlijk bij iedere uitademing verder ontspant. Dus neem even de tijd om echt in die ontspanning te komen, te focussen op het nu via je ademhaling. En dan denk je vervolgens aan wat je wenst los te laten. Het kan een voorwerp zijn, een patroon, een gedrag, een situatie of een persoon. En zie je die voorhelder op je innerlijke beeldscherm. Dus eigenlijk kan je visualiseren, heb jij daar de oog als een soort van licht, zoals dat je in de cinema hebt, dat dan eigenlijk geprojecteerd wordt net voor jou. En wanneer je dat hebt, dan stop je alles via je intentie, via je gedachten, dus via je transformatiekracht, in een hele grote luchtballon. En die luchtballon heeft de kleur van goud. Tussen jou en die luchtballon zie je dat er nog een koord zit. Dat maakt dat je het nog niet kan loslaten en dat het eigenlijk nog met jou verbonden blijft. Dus eenmaal dat alles in de luchtballon zit, snij je de koord tussen jou en de ballon los. Dat kan met een zwaard, dat kan gewoon met je hand zijn. Dat kan met je intentie zijn, met een schaar, maakt niet uit. Kies wat er bij je opkomt. Maar snij die koord tussen jou en die ballon los. En van zodra je dat gedaan hebt, zie je dat die ballon meegenomen wordt door de wind. Zet de intentie dat alles wat in de ballon zit, je nu loslaat door te zeggen, ik laat alles in de ballon nu los. En blaas in de richting van de ballon. Zodanig dat hij nog maar een grotere snelheid van je verwijderd wordt, totdat je hem uiteindelijk aan de horizon ziet verdwijnen. En tel nu de cijfers van jouw geboortedatum op, en zeg luid op welk cijfer je bekomt. Voilà, daar is het. De reden waarom ik vraag om de cijfers van je geboortedatum op te tellen en die luid op te zeggen, dat is omdat je dan onmiddellijk aan iets anders zou gaan denken. Wanneer dat de ballon uit zicht verdwijnt, dan zorg je ervoor dat het ook effectief verdwijnt. En je focust en je aandacht gaat weer naar iets anders. Want wat je aandacht aan geeft, dat groeit. En in dit geval wil je net weg uit je leven. Dus het is belangrijk wanneer je iets loslaat. En zeker als je de oefening doet met de ballon, dan gaat dan onmiddellijk aan de slag met iets anders. Het is weg, het is voorbij, over, fini, uit. Tot slot wil ik nogmaals het nut van loslaten benadrukken. Want wanneer je dat niet begrijpt, dan zul je altijd maar blijven worstelen met dat loslaten. Wanneer je vastzit in emoties, beperkende overtuiging, energiezuigende relaties of wat dan ook loslaat, dan werk je in de eerste plaats aan jezelf en voor jezelf. Want emoties die je een plaats geeft, die blijven vastzitten in je emotionele lichaam. En je lichaam, dat voor meer dan 25% uit water bestaat, slaat dit op in zijn geheugen. In eerste instantie ga je misschien denken dat je bijvoorbeeld een verdriet hebt verwerkt. Maar in werkelijkheid heb je het eigenlijk vastgezet in je lichaam. Je hebt het gewoon ergens een plaats gegeven. En na verloop van tijd word je ziek. En dat is eigenlijk de enige manier waardoor je lichaam je ook kan laten weten dat het verdriet daar nog zit. Dat die wonde nog sluimert. Dat de pijl en de wonde er nog zitten. Je hebt er gewoon een verband rond gedaan. Maar het is nog aan het etteren. Dus het is tijd dat je er iets mee doet. En het is belangrijk dat je lichaam die signalen geeft, want op die manier kan je weten dat er nog zaken zijn die onbewust nog een invloed op je uitoefenen. Dus alsjeblieft neem de tijd om elke maand te kijken wat jou echt niet meer dient, wat dat jou nog tegenhoudt. En laat het vervolgens los op een manier die bij jou past. Ik heb een aantal zaken gegeven, maar er gaan zeker zaken tussen zitten die echt bij jou passen. En ook elke maand met de donkere maan bekeken mijn wensenlijst. Elke maand met volle maan vraag ik mezelf af wat ik mag loslaten, wat heb ik gemanifesteerd en welke cyclus mag ik afronden.
Dus hoe dan ook, of je nu kiest voor een affirmatie, de douche, de oefening met de ballon, het volle maanritueel of een simpel verbrandingsritueel, het maakt niet uit, want het gaat om de intentie. Het gaat het om dat het voor jou goed voelt. Dus probeer ze allemaal uit, probeer ze dus een paar keer uit en kijk wat het beste bij jou past. En zo ga je ook weten hoe je de volgende keer wat dat jij kan gaan doen. Nu, wil je nog meer leren over healing volgens de nieuwe manier, aangepast aan die hogere energie en een healing die dus moeiteloos en veel sneller kan verlopen, weet dat dat kan. Ook dat is weer een keuze. En dat is mijn missie om een nieuw perspectief voor healing hier op aarde te verspreiden. Daar ben ik mee bezig. Dat is ook de reden waarom ik al de dingen, de cursussen die ik aan het schrijven, de trainingen, de trajecten, de 1-op-1 sessies. Dus ben je healer of welk een lichtwerker of een tweelingvlam, dan nodig ik je zeker uit om traject zelfrealisatie vanuit een hartgedrag en bewustzijn te volgen. De meeste deelnemers ervaren eerst heel veel weerstand bij het idee tot volgen van dat traject. Echter, weerstand is net omdat je weigert om mee te stromen op wat het universum voor jou in petto heeft. Dus het is mijn taak om slappe excuses en angsten weg te nemen, zodanig dat je... En eigenlijk om jou te tonen wat je gedachten jou blijven tegenhouden en vastzetten in dat kleine plekje waar je nu zit. Door te leren werken met die universele vlammen, dan zal je niet alleen jouw eigen proces versnellen en verdiepen, maar ook dat van de mensen waar jij een zielcontract mee hebt. Waar jij mee afgesproken hebt om hen verder te ondersteunen als tweelingvlam, als lichtwerker of als healer of wat dan ook. Het enige wat ik jou kan vragen, is dat jij jezelf nu uit de weg gaat. Laat los wat je niet meer dient. Daar hebben we het heel de video over gehad. We hebben er meer dan een half uur over gesproken. Stap vervolgens dan in je kracht en neem je missie op. Stop met de procrastinating. Dus stop met dingen uit te stellen en vooruit te duwen. Maar leer verantwoordelijkheid nemen voor het deel wat je op intekende. Want hoe meer lichtwerkers en hoe meer tweelingvlammen leren werken met deze nieuwe hogere energieën, met deze nieuwe hogere manier van healing, die snelle, efficiënte, transformerende manier, hoeveel meer mensen geholpen kunnen worden in het proces naar dat hogere diamantenbewustzijn. Want ik ben ook maar beperkt in tijd en ruimte. En daarom is dat traject er ook. Omdat iedereen op hun eigen tempo het kan doorlopen, maar dat die op hun beurt ook weer andere mensen kunnen gaan helpen. Want dat is de enige manier waarop dat wij die nieuwe aarde aan het vormgeven zijn, of gaan vormgeven. Dus ja, ik ga gewoon blijven doen wat ik doe. Ik blijf toegewijd aan waar ik in geloof en wat ik doorkrijg. En ik zou zeggen, resoneer je met mij, met wat ik doe en hoe dat ik in het leven sta. En wil jij ook jouw leven zo gaan vormgeven vanuit liefde, vanuit vertrouwen, in afstemming met jouw ziel? Wel, daar rest er jou eigenlijk nog één ding te doen vandaag. Kijk in die box hieronder. Klik op de link dat jou het meeste aantrekt, want dat is hetgeen wat je vandaag nu nodig hebt. Dat is jouw eerstvolgende stap in jouw proces naar verlichting en vrijheid. Want als we eerlijk zijn, dat is hetgeen dat we allemaal willen. Die vrij zijn, vrij kunnen doen, gewoon kunnen zijn wie dat we zijn, gewoon kunnen doen wat we zijn. Ik weet dat het niet altijd eenvoudig is. En daarom is er voor mensen die met mij samenwerken en samenwerkt hebben, ook nadien een mastermind groep. Waar we eigenlijk met gelijkgestemden samenkomen. Dat staat niet op mijn website, omdat niet iedereen er zomaar in kan. Het is enkel weggelegd voor mensen die eerst met mij samenwerken via het groepstraject of via individuele begeleiding. Nu, die groep is er, zodat jij jou dan uiteindelijk niet meer alleen en eenzaam op dit pad voelt. Want wat wij nu aan het doen zijn als collectief, dat is nog nooit eerder voorgedaan. En ik hoor het van verschillende klanten, die voelen zich eenzaam en alleen. Zeker als je nog weinig mensen in jouw omgeving hebt en om jou heen hebt, die hetzelfde doen wat jij doet. Die begrijpen waarom dat je nu plots anders gaat gaan denken, waarom dat je andere keuzes maakt. We staan aan de start, we zijn eigenlijk al het nieuwe avontuur begonnen. En we weten niet wat er op ons afkomt, maar je bent niet alleen. Tenminste, ook dat is jouw keuze. In ieder geval, wat je ook kiest, wat je ook doet, laat los wat je niet meer bent. Laat los wat de anderen van jou zeggen en volg je eigen waarheid. Als er één ding is dat je onthoudt uit deze video, laat het dat dan zijn. Kies voor jezelf, zet jezelf altijd op de eerste plek en kies voor liefde en niet voor angst. Zo. Je intuïtie zal je vertellen waar je heen moet gaan. En dan laat me nu de video afsluiten. Maar heel veel liefde voor jou. En dan zie ik jou in de volgende video. Dag!